Ja, ik ben Silke. En laten we bij het begin beginnen. Wat ik me kan herinneren van vroeger was als we dan s'avonds aan tafel zaten en gewoon rustig zaten te eten, dat Silke opeens weer een hele grappige opmerking er doorheen gooide. Maar dat was dan wel in de periode dat Silke 4 was of zo, of 5. Hele droge, erg doordachte uitspraken waar je dan opeens helemaal dubbel van kon liggen aan tafel. Ja, het was eigenlijk een beetje de lolbroek vroeger aan tafel. Klantje in huis. Ja. Tijdens een vakantie in Frankrijk ging ze met haar oudere zussen naar het zwembad. En daar waren twee Franse jongens ook. En voor de rest was er niemand in het zwembad. Tilke en ook de andere meiden die kregen een klein beetje ruzie met die jongens. Die jongens waren ook irritant, maar wij Franse durfden jongens. Dat niet. En wij waren veel ouder. En Silke die ging ze uitlokken en die stond daar... Die jongens uitdagen. Wij waren heel bang en wij zijn snel teruggegaan. Maar Silke die moesten we bijna wegtrekken daar, want die ging gewoon door. Ja. Dat was echt gewoon zo'n klein opdondertje eigenlijk. Ik nam die rol ook als vervelend irritant zusje. En ja, we hebben een hele onbezorgde jeugd gehad. Silke en ik deden eigenlijk wel heel veel samen. Of we waren buiten hutten aan het bouwen of in bomen aan het klimmen. En dan moest Silke er natuurlijk weer uitvallen. Die vrijheid die we hadden, die was echt heel fijn. Als ouders heb je nooit het idee dat je je kinderen streng opvoedt, denk ik. Dat idee hebben wij ook niet, maar zeker ook niet dat we ze los opgevoed hebben. Maar ik denk wel dat we ze verantwoordelijkheid wel gegeven hebben en ook wel hun dingen toevertrouwd hebben om hen gewoon wel alleen thuis te laten of alleen dingen te laten doen. Silke als klein meisje, ik denk een jaar of 7, 8, dat ze alleen in Frankrijk naar de winkel wou om brood te halen. En dan kreeg ze geld mee en dan ging ze gewoon zelf brood halen. Ik denk dat wij vroeger op sommige momenten onze ouders best wel streng vonden. Maar dat was in vergelijking met de vrienden waar ik mee omging, was dat streng, vond ik. Als tiener ervaarde ik het heel erg als streng hoe ik werd opgevoed. Maar nu ik erop terugkijk, vind ik eigenlijk dat ik best wel die mijn vrijheid mocht opzoeken. Niet in de manieren dat ik wilde. Ik wilde graag drinken. Maar mijn ouders lieten dat meer in dat ik had best wel veel ruimte om mezelf te ontwikkelen. Nee, en we waren thuis niet zo van het praten met elkaar. Dat zijn we nu wel heel erg geworden. Maar dat was vroeger toen we kind waren en vooral als puber. Praatte je niet over bepaalde onderwerpen waar je misschien wat... Of niet zijn, wat wel fijn is waar je het met je ouders over kan hebben. En dat gebeurde eigenlijk niet. Maar ook voor anderen, denk ik, als ze bij ons kwamen, waren we wel een warm gezin. Ja. Dat wel. Ik denk dat wij ook allemaal wel veel van die... Ik heb dat van huis meegenomen. Als mensen komen, dan wil ik altijd dit maken en dit maken. Dat heb ik heel erg van huis meegekregen om die warmte aan mensen die komen mee te geven. Geloof heeft in ons gezin natuurlijk altijd wel centraal gestaan en nog. Zeker ook doordat ik lange tijd oudste ben geweest in de kerk. Ja, dat had ook wel praktisch zijn invloed dat ik veel avonden weg was. Dus daardoor stond jij er 's avonds met de kinderen wel meer alleen voor. Uiteraard gingen we zondags altijd naar de kerk. Ja, dat vond ik eigenlijk nooit erg. Ik had altijd wel vriendjes en vriendinnetjes. En op een gegeven moment toen ik tiener werd, gingen we elk jaar naar allemaal evenementen met de kerk. Dus dan gingen we naar Teen Street, een heel groot internationaal kamp. Waar we altijd met onze groep heen gingen. Dus we werden een hele mooie vriendengroep. Op Teen Street waren we gewoon wat informeler met elkaar. Dat je elkaar gewoon beter leert kennen. Dat je naast die momenten waarmee je echt bijbelstudie hebt, dat je naast die momenten ook gewoon echt lol met elkaar kan hebben. Dat je elkaar gewoon als persoon beter kent. En dat je je daardoor ook gewoon meer naar elkaar open durft te stellen. Ja, Teen Street was voor mij heel belangrijk in mijn geloof. Ik ben daar heel erg gegroeid en ik heb daar heel erg mezelf mogen ontwikkelen en ook mijn geloof mogen ontwikkelen.
En dat is ook heel belangrijk voor mij, dat ik altijd op zoek ben geweest naar wat ik eigenlijk geloof en hoe ik dat wil uiten. En dat kerk was het voor mij niet, omdat daar heel veel regels waren en tradities en ik dacht, dat is niet ja, wat geloof is voor mij. Nou ja, misschien ook wel iets waar ze in het geloof, in de kerk, ook wel wat tegenaan loopt. Wat natuurlijk voor een deel ook wel wat een mannenwereld is. Mannen in de leidinggevende posities. Maar Silke is wel iemand, ook vanuit haar karakter, die trapt daar wel tegenaan. En die ziet wel de onrechtvaardigheid daarin. En daar maakt ze zich ook hard voor. Dus dat vind ik wel heel mooi hoe ze dat daarin aanpakt. Ja. Van vrouwen mogen dat ook en alle mensen zijn welkom en maakt niet uit wat je verleden is en wie je bent en of je nou homoseksueel bent of dat maakt allemaal niet uit en dat vind ik wel mooi. Dus ik ging ook naar een klein plattelandsschooltje met een groep van 7 jongens en ik was dan het enige meisje. Silke was op school altijd wel zichzelf. Die maakte niet zoveel uit wat anderen ervan vonden. Ze kon wel gewoon haar gang gaan, goede cijfers, prima met iedereen en als het zat was, dan zei ze het ook. Ik sprak een aantal jaren later ook nog een juf van Silke en die zei ook echt, Silke was altijd in de eigen wereldje en dat vond ze altijd wel heel mooi. Maar ook als dat zag, ook mag ook al meer zeg maar soms daaruit. Ik weet ook nog wel dat de basisschool moest toen een profielwerkje doen of een spreekbeurt. En toen was het op een gegeven moment dat ons nichtje die naast ons woonde, die zat in dezelfde klas, maar dan een groep hoger. En die kon op een gegeven moment niet meer slapen s'nachts. Die werd er gewoon ziek van dat Silke nog niks had ingeleverd. Ze kreeg toch nog de kans om binnen een week een werkstuk in elkaar te krijgen. En toen moest ze er nog aan beginnen. Ja, toen moest ze er inderdaad nog aan beginnen, ja. Dus dat was echt typisch Silke. Dat komt wel goed. Maar ik denk, toen Silke naar de middelbare ging, toen maakte ze in één keer wel een omslag of zo. Want volgens mij, misschien in klas 1 ging het nog niet zo denderend. Terwijl wij tweeën in klas 1 waren we helemaal strevertjes en wilden we dat helemaal goed hebben en zakte daarna misschien wat weg en Silke die begon gewoon, ach, het zal allemaal wel. En dus zegt Silke bij voorbaat al, ik ga gewoon HAVO doen, want ik ga niet terug naar VWO. Dus Silke wist precies wat ze wil. Dus het ging wel over, maar het was volgens nog niet denderend en pas jaren later ging het in één keer dat ik dacht, wow. Werd ze in één keer, koos ze veel meer voor zichzelf ook, merkte hij. Ze ging een beetje van die verschillende fases door. Op de middelbare school. De periode dat ze ook feestjes ging en drank dronk. En dat liep af dat ze, nou hoe laat was het, 11 uur, door haar vader opgehaald moest worden. Maar dat is ook wel, denk ik, een van de laatste keren geweest dat ze überhaupt eigenlijk nog echt gedronken heeft. Want toen heeft ze gezegd van nou, ik heb er eigenlijk al een beetje genoeg van. Ik heb het wel gezien. Toen heeft ze er vrij resoluut een punt achter gezet. Vanaf toen trok ze zich meer terug, denk ik. Was ze niet zo bezig met, ik moet omgaan met die mensen of zoveel vriendinnen hebben. Nee, ze was best wel op zichzelf. En na de middelbare school koos Silke voor een bijbelstudie in Noorwegen. Ja, daar heeft ze heel veel over zichzelf geleerd. En ik denk ook heel veel over haar relatie met God. Ja. En ik denk dat ook die periode die ze daar gehad heeft, dat ik heb wel kunnen merken dat haar dat wel veranderd heeft. Ze heeft daar natuurlijk wel een stuk ervaring op gedaan. Het was voor het eerst ook dat ze echt ging reizen, vliegen en met een groep een half jaar weg, met totaal andere mensen optrekken. Dat ze daar wel heel veel van geleerd heeft. Ze heeft wel een heel grote kijk gekregen op de wereld. Nadenkender. Heel sociaal dingen gewoon ook doen. Vanuit Noorwegen gingen we naar Afrika, naar Tanzania, Mozambique en Zuid-Afrika. En vanaf het moment dat ik in Zuid-Afrika was, wist ik gewoon, dit is mijn plek, dit is waar ik hoor.
En ik weet ook nog toen Silke terugkwam van haar DTS dat het echt zo'n moment was dat ik dacht, wat heb je aan? Silke had een soort van kleed om haar heen als rok en nu vind ik het heel vet, maar toen dacht ik, oké, wat is dit? Wat is er met je gebeurd? Toen ik terugkwam uit Noorwegen, het wist ik nog steeds niet zo goed wat ik wilde doen. Ik had eigenlijk het idee om te gaan focussen op fotografie. Omdat ik gewoon heel graag wilde reizen. En ja, ik wilde gewoon niet gaan studeren als ik niet precies wist wat ik wilde gaan doen. Op een gegeven moment maakte ik best wel wat stappen in mijn fotografie. Dat ik dacht, nou, hier kan ik best wel mijn beroep van maken. Maar toch haalde ik daar geen voldoening uit. Toen herinner ik me toch weer die drang die ik had. Niet alleen om naar Zuid-Afrika te gaan, maar juist om daar met de mensen te werken, met de jeugd daar te werken. Daarom heb ik uiteindelijk toch besloten om te gaan studeren. Donderslag bij heldere hemel, man, ik ga studeren. Nou, ik was heel blij. Gewoon niet dat ze ging studeren, maar dat ze een keus gemaakt heeft. Wat ga ik doen? Ik dacht, wat gebeurt hier? Silke gaat het huis uit, Silke gaat op kamers wonen. Ja, en dat is waar we nu zijn. Ik ben een social work student en ik maak een documentaire in plaats van een verslag. Dat is wel typisch, Silke.